What happened today here, you know, as we struggle all over the times on the street, you know, we have tried to also to squat this building before, but it did not work. But now we tried again, and it also did not work. You know, in case like tomorrow, for example, we have to evict from Rudolf Dieselstraat. Maar nou is er een 24 uur opvang. Daar kunnen jullie morgen in. Ja, je hebt gelijk, maar wij vinden 24 uur opvang, dat is geen oplossing. Want wij hadden ook een ervaring in volledige tijd met de vluchthaven. Toen ze hebben besloot gemaakt om in de periode voor 6 maanden, dan iedereen ze gaat een help krijgen over zijn asielbeleid, of ik wist niet, asielprocedure. De hulp start na 3 maanden en die alleen periode of 6 maanden. En dat lukt niet. Iedereen wordt nog een keer teruggestuurd naar de straat en de anders naar het detentiecentrum. Wij willen die verhalen niet nog een keer om te laten gebeuren. Daarom, wij hebben altijd vragen om de dialoog met de municipality om te kijken wat daar goed is voor ons. Dus je bent het niet eens met de gemeente, met die 24 uur opvang? Nee, ik ben heel blij. Ik ben heel positief met deze mooie initiatief die ze hebben opgenomen. Want kijk, 500 plekken is niet alleen maar voor wij zijn hier, maar ook heel veel mensen die ze hebben dak nodig op zijn hoofd in Amsterdam. Maar als ze deze plan gecreëerd door ons verhalen of door van onze situatie, dan zij moeten echt met ons in de discussie gaan. En wat gaat hier nu gebeuren? Wij moeten de band verlaten. Dus, en wat gaan jullie doen? Ja, wij hebben altijd respect van de regering en de overheid ook.